En ik zou heel eerlijk met jullie zijn, ik zou het zonde vinden om nog een speelgoed te kopen aan hun te geven, terwijl ze daar toch bijna niet meer spelen. Kijk hoe gek is snor. Heb je nou een snor? Ja. Papa, jij ook? Ik heb geen snor. Wacht even, er is er eentje voorlopig nog niet jarig. Want ik dacht Peter niet rust. Oh ja? Ja, dag! Lieve vrienden, daar zijn jullie toch weer. Welkom weer bij een nieuwe video hier op Good Life. Vandaag gaan we de verjaardag voorbereiden voor onze kinderen. Alleen dat wordt lastiger dan we hadden gedacht. Niet zozeer dadelijk de boel versieren en zo, maar meer de cadeautjes. De kinderen hebben zoveel gekregen de afgelopen jaren. Ze hebben zoveel spulletjes. Wat moet je een kind nog geven? Kijk hier ook in de hoek, er staat allemaal speelgoed, maar ze kijken er nauwelijks naar om. Ik zou heel eerlijk met jullie zijn, ik vind het zonde om nog meer speelgoed te kopen waar ze toch bijna niet mee spelen. Ze hebben feitelijk gezien elke dag die tablet in de hand, dat is het enige waar ze mee spelen, dus meer hebben ze niet nodig. Maar ja, een verjaardag zonder een cadeautje is ook weer geen verjaardag, hè. Nu heb ik met de kinderen wel gesproken over wat ze zouden willen hebben. Nou ja, Jaden wil een viool. Hoe komt hij bij een viool? Maar meneer wil een viool hebben. Dus daar gaan we even voor kijken. Jalicia wilde dan Frozen spullen. Maar ja, dan kwam Jason met zijn dure smaak. Ja, die wil natuurlijk dan weer meteen een laptop of een computer. Zo'n desktop. Ja, is wel leuk en aardig. Maar ja, ik kan het natuurlijk niet maken om Jaden iets te geven van 3-2 tientjes. Wat zou een viool kosten voor een kind? Rond die prijs denk ik wel. En dan Jason wel een hele dure cadeau geven van €1500. Dus dan vind ik dat ik ze dat alle drie moet doen. Maar ja, ik heb het geld ook in mijn rug groeien. Ik ga niet voor een verjaardag en denk ik €4.500 uitgeven. Of €1000. Vind ik eigenlijk ook al veel te veel geld. Weet je, en op een gegeven moment moet je ook wel beseffen dat genoeg genoeg is. Hè? En zeker dat ze de helft van de speelgoed laten staan. We hebben het van boven naar hier naar beneden gehaald. Maar ja, ze spelen er heel soms mee. Natuurlijk veranderde tijden, want toen ik hun leeftijd had, toen speelde ik eigenlijk alleen maar met de Lego en met de Darda en met de Playmobil. Maar in die tijd had je geen tablet. Je had wel een televisie, maar ja, wat was er op tv? Eigenlijk niks. Je had woensdagmiddag wat kinderprogramma's en dan zaterdagmorgen had je Telekids. Nou ja, goed, wie kent het nog, hè? En dat waren dan zeg maar de programmering voor de kinderen en de rest van de tijd speelde je gewoon buiten. Vroeger in die tijd had je nog wel de Nintendo en de Game Boy. Maar ja, een spelletje daarvan kostte gewoon €100. Dus je had wellicht één spelletje of twee spelletjes. En dat was het dan wel. Ik had Super Mario bijvoorbeeld. Nou, urenlang met mijn zus gespeeld. DuckTales hebben we heel lang gespeeld op Nintendo. Dus ja, dat deden wij toen die tijd. Dus ja, en nu is het toch anders met die tablet. En ook met YouTube en alles. En social media. Dus ik ga even kijken wat ik voor Jason er nog bij kan kopen. Ik denk dat ik ongeveer maximaal €50 per kind ga uitgeven. En dat vind ik eigenlijk wel meer dan genoeg. En ik denk eerlijk gezegd voor een gemiddeld gezin dat ook wel genoeg is hoor. We kunnen het ieder jaar zo gek maken als we willen. Maar ja, we kunnen beter dit geld dan sparen voor later. Dan hebben ze dat later harder nodig dan dat we nu allerlei... ja, prul ervoor gaan kopen. Dus we gaan heel even de stad in. Gaan we even kijken wat we allemaal kunnen vinden voor de kinderen. Met name eerst voor Jaden en Jalicia. En voor Jason, ja, ik kwam niet verder dan een telefoon en een computer wat hij wilde hebben. En ik zei nog, ja, misschien wil je wel een auto hebben, een Lamborghini of zo. Maar het drong niet helemaal tot hem door. Dus we gaan even kijken wat we voor hem kunnen vinden. Wat hij eventueel wel leuk gaat vinden. Ja, wat je normaal ook wel eens doet als ouder met een verjaardag is ergens naartoe gaan. Een pretpark of zo. Maar ja... Dat doe iedere week. Nou, voor Frozen, voor Jalicia in elk geval voldoende aanwezig. Ik wil wel wat leuks uitzoeken voor haar. Ik heb een leuke dingen gezien namelijk. Ja, die wordt het makkelijkste. Ja. Ik ga even op jacht naar een viool, want... Klassiek. Ja, ik denk niet dat ze die hier hebben. De muziekinstrumentjes, maar geen viooltje. Ja, waar gaan we die vandaan trekken? Nou, dat is feest. Een vriendin van Melanie belt op van, joh, ik heb een viool gekocht voor Jaden. Dus de viool kunnen we een streep te zetten. Die krijgt hij dan van die vriendin van Melanie. Ja. We hebben wel even iets anders uitgezocht voor een racebaan van Paw Control. Dat vind je ook altijd leuk, Paw Control. En ik had eerder zo'n Max Verstappen racebaan gegeven. Alleen die ging over de kop en schoot iedere keer eraf, dat wagentje. En deze blijft misschien er wel op zitten. Want die vond hij op een gegeven moment niet meer leuk om mee te spelen, dat Max Verstappen racebaantje. Omdat ja, hij dat dus niet de controle over het wagentje kreeg. Dus ik even te kijken naar Frozen, want ja, Jalicia wilde iets van Frozen, maar Melanie wilde dit gaan kopen. Leuk, zie ik de hele dag in de herrie, want dan gaan ze zingen. Try me. Maar ik kan drukken wat ik wil, hij doet het niet. Wat zit er nog meer bij wat eventueel leuk is? Ja, je kunt één groot ding kopen. Je kan ook zeggen, ik koop allerlei kleine verschillende dingetjes voor haar. Nee, want één groot ding, daar gaat ze mee spelen. En die kleine dingetjes, daar gaan de kast en daar wordt niks mee gedaan.
En dat weet ik zeker dat ze gaan doen. Nou, pakken we die dan ook mee? Ja, je kan misschien een knuffeltje erbij pakken of dergelijke. Gewoon een kleinigheidje. Deze is al 60 euro. Dus. En die was niet 60 euro. Het moet wel een beetje bij elkaar in de buurt blijven. Dus bij elkaar? Is 40. 35, 44, ja. 55. Dat dit nog bestaat, hé. Dat hebben we vroeger ook gehad. Tenminste, mijn zus heeft vroeger die gehad. Maar die konijnen, kan je dat nog herinneren? Dat bestaat nog, joh. Ja. En nog een groot kwak. Gewoon een complete 2 meter ermee, joh. Nou ja, dat terzijde. Talisha en Jaden hebben we gehad. We gaan nu kijken voor Jason. Nou, voor Jason wordt het erg origineel. 50 euro aan te goed als de PlayStation. Beetje anders maak ik me toch niet blij. Dus ja, doen we dat maar weer. Nou, de cadeaus hebben we allemaal. Nu nog de versiering. We moeten even een ander winkeltje gaan halen. We moeten natuurlijk ook iets hebben om te trakteren. Kijk, vroeger was dat makkelijk. Dan gaf je gewoon een zakje chips en was iedereen tevreden. Maar tegenwoordig ja, kan dat niet. Want de een moet glutenvrij, de ander mag geen varkensvlees. De ander mag weer geen snoepgoed vanwege dit of zus of zo of dat. Weet je, vroeger gaf je gewoon een zakje chips terug van ja, ik mag dit niet. Maar tegenwoordig mag je dus niet meer trakteren op school. Tenminste, geen etenswaren. Dus we gaan even kijken wat we iets kunnen trakteren wat geen etenswaren is. Dus of gewoon bellenblaas of gewoon iets anders kleins voor de kinderen. Want dan heb je hier voor de dag gezeur niet van, van het eten. Maar even kijken wat leuk is om te geven. Ik ga kijken voor boekjes met een pen. Want ze zijn immers geen 3 en 4 jaar meer. Ze zijn toch wel wat grotere kindjes. Maar bellenblaas is toch wel leuk? Nee joh, niemand met 9 jaar gehad. Heb je allemaal verschillende, hè? Ja, dat was ik ook van plan. Nou, het is niet leuk om allemaal dezelfde te geven. Lieve schat, ga jij 27 dezelfde vinden? En dan tot slot natuurlijk wat versiering meenemen. Ja, er zijn nog fijn ouderwetse plastic slingers. Tegenwoordig zijn ze nog van karton en zo. Dat werkt niet, dat doet wel. Nou, ik heb maar nog een mailtje gehad van de juffrouw van Jaden. We mogen niet uitdelen. Vanwege de corona? Yes. Jammer. Ja, en dat spulletjes gehaald. Ja, nou ja, ik vind dat toch, wat ik in de winkel net ook zei, zo flauw. Je kunt toch niet uitdelen eten omdat de een dit niet en de ander dat en zus en zo niet. Nou, dan wijk je al af naar een alternatief om. Spulletjes te geven en dan kan het weer niet vanwege corona, kruisbesmettingsgevaar, etc. Terwijl we net hier gewoon de winkelkar hebben vastgepakt. Die wordt niet meer schoongemaakt, weet je. Het gaat helemaal nergens meer over. En douw het dan desnoods in een... Oh, dat kan niet, het is papier wat we gekocht hebben. Douw het desnoods in een bak water. Maar weet je, op school zullen ze ook de stoelen aanraken die de schoonmaker weer aanraakt. Of de juffrouw die het opzij zet. En ja, ik vind het zo flauw weer dit. Ik vind het jammer, want ja, je keek er toch als kind altijd naar uit. Tenminste, ik was een jaar was op school. Andere kinderen gingen zingen voor je in de klas. Je krijgt een feestmuts, je gaat uitdelen. Ik moet zeggen, ik heb altijd wel fijne herinneringen gehad aan mijn school. Met verjaardagen, dat je mocht uitdelen en zo. Ik keek er eigenlijk altijd wel naar uit. Ja, maar onze kinderen die gaan het allemaal nog zwaar krijgen. Want vandaag mag je bijna niks meer. Nee, dat nee. Nee, je mag echt niet meer. Er is echt zoveel gezeur in de maatschappij. En als je dan gaat kijken welke mensen zeuren, het is iedere keer maar een klein groepje dat zeurt. Maar die worden gehoord. Ja, het is zo'n rare tijd wat dat betreft. Het is de laatste jaren echt er niet leuker op geworden. Maar goed, we gaan wel een leuke dag maken morgen voor ze. Dus we gaan naar huis en we gaan de boel versieren. Zo, we zijn weer thuis, maar we moeten natuurlijk even wachten totdat de kinderen naar bed gaan, hè. Wat papa en mama, weet je wat die vanmiddag gedaan hebben? We hebben cadeautjes gekocht. Ik wil het nu openmaken. Ja, wil je dat? Ja. Zullen we dat gewoon niet gaan doen? Wel. Zullen we dat gewoon niet gaan doen? Wel. Nee, dat gaan we gewoon niet doen. Wel. Morgen ben je jaren nog 1 dagje slapen. Wacht even. Yay! Kijk hoe gek is je nog. Heb je nou een snor? Ja. Papa, jij ook? Ik heb geen snor. Nee, wel. Wacht even, er is er eentje voorlopig nog niet jarig. Zie je wat ik zie? Jaden is weer als laatste met eten. Maar hij staat op met zijn bordje en hij gooit het gewoon de prullenbak in. Jaden! Mag ik dat eten en niet rust? Je gaat het weggooien en ik heb gezegd je gaat het opeten. Als jij zo doorgaat ben jij morgen niet jarig. Ja! Je nee. En ik heb hele leuke cadeaus vanmiddag voor jou gekocht. Maar je kan er morgen naar zwaaien. Nee, ik ga gewoon weer opnieuw opscheppen. Ik heb nog voor jou, heb ik kunnen liggen. Nee. Maar dat rust. Nee, Jaden. Nee. Dat rust ik niet. Nee, dit accepteer ik niet. Nee. Dit rust ik niet. Nee. En daar is niks mis mee. En als meneer denkt dat hij er onderuit komt. Maakt me niet uit. Zitten. Met hulp van je moeder, hè? Maar goed. Jij bent morgen weer jarig. Ooh, 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 ooh.
hebt een prei als ik het eindelijk koppie. Ja, gelukkig wel, ja. Maar ik ben blij als ik morgen jarig ben. Kan je daar niet slapen dan? Of kan je niet slapen? Want vanavond gaan we nog versieren voor jullie dadelijk. Ik kan niet slapen. Nee, nu niet natuurlijk. Maar je moet één ding beloven, je moet niet naar beneden komen. Klein stukje kijken. Nee, we hebben nu afgesproken met elkaar dat je niet naar beneden komt. Afgesproken? Ja. En? Ja. Ben jij nog zenuwachtig voor morgen? Nee. Nee? Weet je wat er morgen aan de hand is dan? Ik ben morgen. Ik dacht van morgen. Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Ja. Ik dacht als jij zei bij je zin dan wacht ik voor morgen. Ja, weet je wat er morgen is? Oh ja. Ja, dag! Ja, ben je dan niet zenuwachtig? Ja, ik heb nu dat hij eraan denkt wel. Ja, ik ga denk ik niet slapen. En wel te rusten. Doei! Verder moeten we de tractaties van morgen ook nog even in orde maken. We hebben al natuurlijk van die boekjes gekocht. En daar komt dan een prachtige Good Life Band bij. Mijn kleurtje, schat. Ja, daar heb ik ook goud genomen. Ik denk dat vind jij vast mooi. Ja. Dat is inderdaad nog steeds dezelfde 9, dames en heren. Want wie wat bewaart, die heeft wat. We hebben gebruikt voor mijn verjaardag voor 39. We hebben gebruikt voor Melanie verjaardag voor 39. En nu worden de kindjes 9. Dus 3 verjaardagen heeft hij al meegedraaid. Wij denken hier wel aan het milieu. Wij zijn heel milieubewust. Zo, schat, ga je versieren. Laatste paar ballonnetjes. Dan is de cel leuk versierd. Binnen is het al leuk versierd op een paar ballonnetjes na. Buiten ook nog een klein beetje. We hebben natuurlijk geen idee wat voor weer morgen gaat worden. Het is al september. Bewolkt en zonnig geeft het aan. Dat is een beetje tegenstrijdig. Maar als het goed is, geen regen. Dus. Maar goed, het zal morgen ook niet laat worden. Dus ik heb wel wat verlichting opgehangen. Maar ja, het is nu ook al trouwens vrij snel donker 9 uur. Maar dan zullen de meesten wel weer naar huis zijn. Omdat er ook gewoon school is een dag daarna. Dus. Alle tractaties zijn ook ingepakt. De versiering hangt ook overal. Ja, als een kind hier niet blijven hoort, dan weet ik het ook niet meer. Dat gaan we morgen zien hoe blij ze zijn. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken van deze video. Deel een like als je het leuk vond. En morgen, dan zijn we er weer. Doei! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè. Tot de volgende keer.